We gaan praten over het vak van omgevingsmanager. Wat hoorde je Minke eigenlijk zeggen? Was het voor jou een feest van herkenning of wat dacht je? Ja, ik vond het heel mooi hoe Minke vertelde over de speelster waar zij het meeste kriebels van kreeg. Hoe ze vertelde dat ze eigenlijk elkaar heel mooi aanvulden en dat ze eigenlijk elkaar ook nodig hadden. Waarin Minke af en toe haar stress een beetje kon verlaten. En waar haar andere collega of haar andere speelster juist ook weer heel erg wat aan Minke had. Om daar even de focus in te brengen. Dat vond ik mooi. Daar een stukje begrip in elkaar en elkaar inleven. Is dat waar de omgevingsmanager ook op uit is? Wat doet het? We hebben vanochtend iemand vroeg heel onaardig, is het eigenlijk een opleiding? Nee, zei de hele zaal, geen opleiding. We hebben geen opleiding. We zeiden het wel, maar er is geen... Ja. Wanneer ben je omgevingsmanager? Hoe ben jij omgevingsmanager geworden? Vertel dat eerst even. Hoe ik omgevingsmanager ben geworden is dus zonder opleiding. Wel een eigen opleiding, maar mijn eigen. Iedereen komt hier vanuit verschillende hoeken aanvliegen. Ja, zeker. Nee, ik kom vanuit meer de stedelijke ontwikkeling hoeken uitvliegen. En hoe ik het ben geworden is voornamelijk heel erg te gaan luisteren naar de omgeving. Meer verbinding te zoeken, kijken naar de problemen en te zoeken naar de mensen die daar achter staan. Van hey, wat zijn de belangen daaronder? En zo goed te luisteren. En dan... Rooi een beetje het omgevingsmanagement en, in. Groei je daar dan langzaam naartoe? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Want je zit eerst in een soort ander soort functie. En voel je dan van, nou dat is iets waar ik wel interesse, feeling of hoe moet ik het noemen? Ja, voor mij wel. Ik werk bij Roye Haskoon in DAV. En daar zitten ook heel veel engineers. En die zijn supergoed in dingen te berekenen en dingen te schetsen. Maar dat was niet mijn cup of tea. Voor mij zat het vooral in de mensen te ontmoeten en te horen waar ze tegenaan lopen. En daar samen een weg in vinden. Nou maakt de maatschappij een hele ontwikkeling door. Jij behoort tot de jonge garde, zoals ik dat mag ik wel zeggen. Ja hoor. Zie jij verschillen, want we hebben het vaak over generaties en we moeten elkaar en zo. Zie jij verschillen in generaties, in jouw vak of in de mensen die je ontmoet in de samenleving? Ja zeker, er werken bij ons, bij de Omgevingsmanagement Club ook heel veel jonge medewerkers. En daar ben ik heel erg blij mee. We brengen daarin echt wat extra energie, vind ik altijd. We studeren af op bepaalde onderwerpen waar de wereld zich in ontwikkelt. Bijvoorbeeld het landelijk gebied, maar ook de energietransitie of verschillen in de mobiliteit en veel verduurzaming. En daar brengen we echt een stukje nieuwe energie in. Maar dat is de vakinhoudelijke kant, zeg maar, van wat je meeneemt over de omgeving. Maar ook in de attitude van hoe je met het vak van mensen benaderen, omgevingsbenaderen. Zit daar verschil in? Of is het juist een ervaringsvak waarvan je zegt, nou nee, maar die mensen die dat al wat langer doen, die liggen daar nog een streepje voor. Ja, nou als we het over vandaag over onbevangen ontmoeten hebben, dan hebben denk ik de jonge medewerkers daar een streepje voor. Want het is misschien een inkopper, maar we hebben in dat opzicht minder ervaring en minder kaders daarin. Dus daarin kunnen we extra sterk onbevangen ontmoeten. Want jij zegt, ja, dan kun je beter onbevangen ontmoeten. Maar nou zei Ko Verdaas, natuurlijk vertegenwoordiger van de geharde klasse. Mm-hmm. Die zei, ja, het is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig. En maar af en toe moet je gewoon met een slechte boodschap. En moet je ook gewoon een beetje gaan staan voor waar je staat. Dus het is wel gezellig dat onbevangen ontmoeten. Maar het moet ook niet... Hoe luister jij naar dat verhaal, zeg maar? Hoe ik naar dat verhaal luister, is dat ik bij hem heel erg merk, je moet daar wel kaders kunnen stellen. Je moet duidelijk moeten zeggen, hey, dit gaan we het over hebben en hierin niet. En dat is wat Minke ook al zei, van hey, dit is de ruimte die je hebt, hier zeg ik nee tegen, maar misschien kunnen we over iets anders dan wel praten. En ik denk dat dat belangrijk is om even duidelijk te hebben. In het begin moet je gewoon duidelijk in zijn, dit gaan we het niet over hebben en hier is ruimte om het wel over te gaan hebben. En daar ga je het gesprek over aan. Minke eindigde daar een beetje mee, hè, met een van de laatste vragen. Dus heel goed aan de voorkant. Maar nou kan ik me voorstellen, je moet soms naar omgevingen die bijna, nou ja, vijandig, is misschien een zwaar woord, maar emoties zitten daarin. Het is wel aardig, want dat is natuurlijk wat mensen dan denken. Nou, fijn, dan komen ze er een avondje over praten, maar het stond al vast van tevoren. Ja. Fijn dat u duidelijk was aan de voorkant, maar wat kom ik hier dan doen? Mm-hmm. En hoe ga je die mensen toch bereiken, CQ meenemen? Ja, nou ten eerste, ze komen er niks voor niets, je hebt ze uitgenodigd. Dus daarin zet je al duidelijk neer wat je van hen verwacht, welke inbreng ze hebben daarin. Maar je wilt ze ook motiveren om te komen. Dus daar zit ook een balans en daarin geef je ze uiteindelijk de ruimte die zij kunnen inbrengen.
En vervolgens, dan bedoel je op de bijeenkomst zelf, toch? Nou ja, ik kan me voorstellen, mensen die komen daar ook met verwachtingen heen. Die hopen toch nog misschien ergens een voetje tussen de deur te kunnen krijgen, zeg maar. Nou, dan is mededeling 1, de deur zit dicht, maar we gaan het nog wel even gezellig over hebben, zeg maar. Even wat gechargeerd gezegd. Ja. En dan, ik hoor daar vaak ook gewoon burgers over zeggen, ja, ik mocht wel komen, maar ja. Dat noemen ze schijnparticipatie. Oké. Maar leg mij het verschil eens uit, want wanneer is iets schijnparticipatie en wanneer is iets, u mag meedenken over het proces? Ja, schijnparticipatie is voor mij wanneer je onduidelijk bent in wat je voor ruimte hebt en wat je inderdaad van tevoren al zegt, dit is eigenlijk al besloten, maar je gaat het toch nog doen alsof andere mensen daar een inbreng in hebben. Dat is schijnparticipatie. En wanneer de omgeving het gevoel krijgt van, hey, ik mag hier nog wat over vinden of dit staat nog los. Hier kan ik nog mijn mening in uiten en dan gaan ze het misschien nog veranderen. En dat staat eigenlijk al vast, dus dat gaan ze niet meer doen. Maar zeg je dan ook soms, ja, hoe vervelend ook, maar dan hoeven we er ook helemaal geen avondje over te organiseren, want het besluit is gewoon genomen, het staat vast en gij zult slikken. Of ga ik nou te hard? Ben ik nou te oud? Nee, te oud. Ik ben nu te oud. Help mij. Waarom vind je jezelf dan te oud? Dat ik nou een beetje zo van, staat vast, klaar, hoeven we niet over te hebben, geen gezeur. Mm-hmm. Terwijl jij misschien nog mogelijkheden ziet om mij of een groep mensen daar wel nog op een andere manier in mee te nemen. Nou, wat belangrijk altijd is, is om ook nog jouw belangen, stel je bent een van de mensen daar in de zaal, misschien een van de oudere mensen daar in de zaal, om dan nog steeds te horen wat jouw belangen hiervan zijn. En het kon maar beter duidelijk zijn dat je hier geen input meer in hebt, maar ik wil nog steeds weten waarom jij het graag anders zou willen zien, zodat ik daarachter nog weer met jou kan meedenken. Mijn volgende vraag is, je zei bij dat onbevangen ontmoeten hebben wij wel een streepje voor als nieuwe jonge generatie. Ja. Is het een ervaringsvak? Zijn er wel andere aspecten van het vak waarin je denkt, ja, dat moet je ook gewoon wel een aantal keren doen om daar beter in te worden? En hoe zorg je dat je daar zelf beter in wordt of met je omgeving beter in wordt? Ja. Wat doen jullie aan ontwikkeling in dat opzicht? Ja, ik denk dat het best wel wat vraagt ook om als jong iemand voor zo'n groep te kunnen staan. En net zoals wat we net zeiden van, hey, nee, bijvoorbeeld iets met de grond. Van, het gaat over je eigen huis, het gaat over bijvoorbeeld de tuin. Je gaat echt iets in iemands leefomgeving doen. En als je daar als jong persoon staat en zegt, hey, dit is het plan, dan is dat best wel moeilijk. En daarin horen junioren of meer jonge medewerkers ook wel getraind te worden. Om dat te durven zeggen en ook veilig daarin te voelen. En samen dat gesprek aan te kunnen. En als je het over dit vak hebt, hè, want dan ga je daar samen met elkaar, dat snap ik. Maar hoe ontwikkel je dit vak? Zeg maar, en hoe ontwikkelt dit vak zich überhaupt? Want eigenlijk is het, beweeg mee met hoe wij als samenleving ons bewegen. Wat zie je daarin gebeuren, zeg maar? Ja, ik zie gebeuren dat er veel meer aandacht komt aan participatie. Ook in mijn eigen werk zie ik ook ik ben veel met beleid ook bezig. En de omgevingswet komt eraan. Er komt veel meer aandacht aan participatie. Ook meer in het vroeg stadium van projecten en programma's. En dat er daarom ook al participatietrajecten gaat lopen. Echt bij de planvorming en bij het beleid maken. En dat is waar ik me nu mee bezig hou. Nou was ik laatst op de Profada, dat is de vastgoedbeurs in Nederland. Ja. En daar legden mensen mij uit dat tussen het gedachte van een plan om een huis te gaan bouwen of in een omgeving en tot daadwerkelijke uitvoer te komen, in Nederland gemiddeld 10 tot 12 jaar zit. Mm-hmm. En hij was redelijk allergisch over, zeg maar, alle procedures en manieren die wij met elkaar ontwikkeld hebben. Ja. En zei, zeker in een noodsituatie als waarin wij nu zitten, is dat gewoon een onwerkbaar geheel geworden, ons land? Dit is geen verwijt aan de dit is meer hoe wij als samenleving het georganiseerd hebben. Kan je daar iets in herkennen? Dat je ook wel eens naar huis rijdt en denkt, nou, misschien hadden we ook gewoon, huppakee, drie maanden geleden moeten besluiten, laten we het maar doen hier. Ja, super, super frustrerend ten eerste als dingen zo lang duren. En ook wanneer je iets heel graag wilt en wanneer het met je persoonlijke huis, waar je hebben en je haard alles ligt, dat zo lang moet duren. Dus dat herken ik zeker. Ja. Maar nou is mijn vraag, herken je ook dat we aan dat soort procedures, kan de omgevingsmanager wat doen aan minder procedures bijvoorbeeld? Want die is natuurlijk dol op procedures, want het is zijn of haar werk. Maar zou die ook wat kunnen doen aan minder procedures? Nou, ik... Wat zeg je? Helemaal niet van de procedures. Ja, nou, daar ben ik mee eens, maar ik ben eerst benieuwd wat meneer hierover wilt zeggen. Nou ja, als je het niet op jouw vraag, dan kunnen wij heel weinig aan doen. Want
Dus jij zit, jij, het is ook niet alsof ik jullie verwijt dat jullie die avondje... maar ik bedoel meer, zouden jullie invloed kunnen hebben daarop? Of zeg je, nee, dat is gewoon wet en regelgeving, zijn wij niet van, jongens? Ja, ja, ik... Dit is een grotendeels een politiek. Ja. Ja, en als ik daarin kan aanhaken. Ja. Ja. En daarin is het juist belangrijk dat wij als omgevingsmanagers ons gaan verdiepen in wat er achter die burger zit. Van hé, ze vinden die procedures lang, natuurlijk wij ook. Maar hoe kunnen we hen meer begrijpen bij hun belangen? En hoe onze rol is ook om hun belangen te gaan verdiepen en die ook weer in te brengen. Maar ik blijf een beetje zeuren natuurlijk, hè, want dat hebben we afgesproken. Nou ken ik heel veel burgers die heel reëel over dit soort problematiek kunnen praten. Hè? Mm-hmm. Heel realistisch en goed, totdat het bij hun in de achtertuin gebeurt. Hè? Ja. Of totdat het bij hen in het dorp, of dat het dichtbij komt, zeg maar. Mm-hmm. En daar zijn wij ook allemaal mensen in die daar allemaal op onze eigen manier last van hebben. Ikzelf natuurlijk inkluis. Mm-hmm. Is dat een facet wat je op de een of andere manier meeneemt? Want jullie hebben dat overstijgende belang voortdurend. Mm-hmm. Nou, en dat emotionele, individuele belang. Ja. Ja, nee, zeker. Ja, we gaan bij ze langs. We komen bij de keukentafel. We kijken in hun huis. We gaan ons heel erg verdiepen in hen. En daarin nemen we hen mee. Ja. En mag een omgevingsmanager emotioneel reageren? Of emotioneel? Of is het nou juist de kunst om daar helemaal niet in mee te gaan? Mm-hmm. Ik weet mijn antwoord al, maar wat zou jij het liefst hebben? Ik zou het liefst hebben dat ik ben huisarts geweest. Ja. En ik kon de diagnose niet veranderen voor iemand. Ik kon mij wel betrokken tonen, maar ik wilde ook de professional blijven, omdat ik afstand moest houden om het proces vervolgens zo goed mogelijk te laten verlopen. Ja. Dat was mijn methodiek. Ja. Ja, en ik kan me daar heel erg in herkennen. Je leeft met ze mee en ik denk dat het heel goed is om ook te laten zien dat we allemaal mensen zijn en dat menselijk contact daarin belangrijk is. En dat we dus ook meeleven met hen, maar dat het ook heel duidelijk wordt, hey, wat is onze rol? En inderdaad, jij als huisarts, dat je ook zegt van hey, dit is... wat erg voor u en dat je daarin meeleeft, maar dat je ook duidelijk laat zien wat de vervolgstappen zijn. Ja, dus een stukje emotioneel, dat mag zeker. Nog één hele andere vraag. Moet er, die heb ik aan Covenaars vanochtend ook gesteld, hè? Maar dit is een vak in ontwikkeling. Mm-hmm. Ongelofelijke aantallen mensen, steeds belangrijker wordt het in onze samenleving. Ja. Is opleiding of iets van een nascholing, weet ik wat, moet dat meer georganiseerd gaan worden? Of zeg je, nee, laat ons juist nu allemaal ons eigen route en ontwikkelpad maar bepalen? Ik denk dat het een combinatie is van beide. Wat we hier al doen is dat bijvoorbeeld ik hier ook kan zitten en dat ook vanuit het bedrijf daar ruimte voor is. Dus voor mij ook om te leren en te experimenteren. En dat doen we buiten in de projecten ook. Dus het is ook een stukje ervaring, maar ook een opleiding on the job. Dus dat we trainingen doen is denk ik ook belangrijk. Maar hoe zie je het voor je? Wie moet er, of moeten hogescholen dit oppakken? Of, of is dit gewoon... work in progress, en want eigenlijk doen jullie het als sector nu redelijk zelf, zeg maar. Misschien is dit zoals een dag zoals dit ook wel een hele mooie soort training, nieuwe inzichten. Kunnen we daar ook eens aan werken? En komen daar dan juist die mensen die zich toch al aan het ontwikkelen zijn? En zou het nou zo geschikt zijn voor die anderen die er niet zijn hier vandaag? Of want hoeveel hebben we er in Nederland? Er zijn er hier 600. Ja. Ja, vandaag is er een hele grote groep aanwezig die zich wil leren en blijven ontwikkelen. Dus dat is al heel erg mooi. En ik zou zeggen, je moet juist ook op de mensen die daar energie op zetten en die daar ambitie voor hebben, hen daarin faciliteren. En laat dat enthousiasme maar verspreiden. Mijn laatste vraag, wat doe je over 5 jaar? Wat doe ik over 5 jaar? Oeh, heel mooi. Ik hoop dat ik nog steeds in het omgevingsmanagement werk. Misschien wel in een andere rol, ik weet het niet. Ik vind nu mijn adviseurschap heel erg leuk, want ik werk voor overheden en ik kom zowel op het Rijk als bij de provincies, als bij de gemeentes. Misschien over 5 jaar wel één van de organisaties, zodat je daar ook de verantwoordelijkheid in kan nemen. Lijkt me leuk. Het vak van omgevingsmanagement heeft jou wel zodanig te pakken dat je daar voorlopig wel in blijft. Zeker. Maar dat menselijke contact, daar gaan we blijven voor. Wat is het belangrijkste advies van deze jonge omgevingsmanager aan mensen die er niet waren? Die zeiden, sorry, ik kon niet die dag. Wat heb ik gemist als ik dat gesprek met jou gemist heb? Ja, nou, trek die jongere collega ook eens mee. Ik heb hier een hoop jonge collega's gezien. De volgende keer als je op dit congres bent, neem eens je jonge collega mee. Nog veel jongeren? Nog veel jongeren?
Ik ga je danken. Dank je wel. Dank je wel.